Ik wist dat de hakblok bij jou thuis al klaar stond. Nou, niet alleen thuis, hoor. Zegt dit iets, want dit is wel de nummer 50 van de wereld. Kroatië is natuurlijk de nummer 3 van de wereld. Italië is Europees kampioen. Hoeveel waarde moet je hier dan aan hechten? Heel veel waarde, want ik denk dat geen enkele wedstrijd meer een appeltje eitje is. Zo is het nou eenmaal. En zo moeten wij ook niet denken. En dat doen wij ook niet, laat dat vooropstellen. Maar we moeten winnen. En dat, vandaag hebben we dat gedaan. Nu is het tijd om te herstellen en zorgen dat we klaar zijn voor een hele zware pot in Dublin. Want dat wordt ook niet makkelijk. Met de fans daar, hun team natuurlijk die fysiek sterk is. En zullen er alles aan doen om een resultaat te halen. En dat, daar moeten we klaar voor zijn. Heb je bij de keuze dan voor de spelers in die speelwijze... in hoeverre heb je gekeken naar speeltijd bij de club? Want bijvoorbeeld, bijna iedereen speelt veel. Of eigenlijk iedereen. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Dat was ook de keuze natuurlijk die ik moest maken met Luts en Matthijs. Ja. Nou, en dat was... Vooral de redenen dat Matthijs natuurlijk de laatste 3 wedstrijden of de laatste 3 weken niet volledig gespeeld heeft. Dus ja, en dan maak ik de keuze dat ik Luts daar neerzet. Nog één vraag? Ja. Als jij dan in de zomer belt met spelers, zijn ze het dan meteen ook mee? In de zin van dat je dan zegt, nou ja, veel tegengoals, ga dit en dat doen, ik ga terug naar... Nou ja, ze begrepen het wel. Ja. En iedereen heeft toch ook altijd een persoonlijke voorkeur natuurlijk over de manier van spelen of hoe die speelt bij zijn club. Maar ja, uiteindelijk ben ik de eindverantwoordelijke en je toetst het bij je spelers. Maar het is toch ook voor een speler als Van Dijk, die tegen Frankrijk ook, je leidt stom balverlies op je eigen helft en hij staat meteen in zulke ruimtes. Ja. Dus toch juist voor hem komt het veel beter uit zo, toch? Ja. Maar dat vindt hij toch zelf ook wel... Nou, hij vond absoluut ook wel dat, hè, dat ook in veel tegengoals dat we niet goed verdedigden, dat we niet goed stonden, dat we niet goed communicatie hadden naar elkaar toe. En het is duidelijk dat, hè, dat je, hè, als één back uitgaat, moet de andere back moet gewoon linksback spelen. Dus je hebt constant toch 4 verdedigers op lijn en dat is prettig. En soms zijn het momenten dat ze 1-op-1 staan achterin. Maar daar had ik niet angst voor in deze wedstrijd. Als meneer Mbappé komt, dan denk ik dat ik daar nog wel een nachtje over moet slapen dan. Dankjewel. Wie nog? Valentijn. Ronald, dit waren toch dezelfde spelers die je had gebeld na het WK en die toen ook anders wilden? Ja, nou, ze wilden anders in de vorm van dat ze wilden dat we wat meer naar voren druk gingen zetten. Ja. Hoe benauwd was het voor die wedstrijd dan, dat je dit helemaal omgooit? Nee. Voor jou? Ik wist dat de hakblok bij jou thuis al klaar stond. Nou, niet alleen thuis, hoor. Ook hier. Nee, maar ja, tuurlijk is dat... Ja, ik kan wel zeggen, het is niet spannend, maar natuurlijk is dat wel... Ik had wel iets meer dat ik in mijn buik voelde van het moet wel goed gaan. Ja. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je het dan niet doet. Want nogmaals, als je het eigenlijk wil doen... En ik praat er met mensen ook. Ik heb er ook met Nigel over gesproken. Ik heb er met spelers, met mijn staf over gesproken. En uiteindelijk, ja, dan ben ik ook niet bang om iets te veranderen. En uit angst dat als dat niet goed gaat, dat... mijn hoofd eraf gaat, maar... Ja, oké, dat het zij zo zeggen. En terecht waarschijnlijk dan dus. Daar heb ik ook geen moeite mee. Ja. En heeft hij daar jullie toestemming voor gevraagd? Of voor gehoord? Nee, maar zo werkt het niet. De trainer is de baas. En we hebben de spelers ervoor om zo te kunnen spelen. En ik denk dat dat we de principes die we belangrijk vinden... goed moeten uitvoeren. En dan is het lastig om goals tegen ons te maken. En zo moet het... Dat is de basis. En ik denk dat we vooral de eerste helft dat heel goed hebben gedaan. Maar het verdedigen begint natuurlijk voorin. Hoe we druk zetten, de energie die we erin steken. En ik denk dat de jongens dat met name Wout, Cody, Xavi natuurlijk heel goed hebben gedaan. Waardoor het makkelijker voor ons achterin wordt. Ja.